Volgens Alexandra Semyonova. Zij promoveert op onderzoek naar de geschiedenis van vechthonden aan de Universiteit van Londen. Bij pitbulls is het voornamelijk genetisch bepaald. En dat komt doordat fokken op die eigenschappen voor de vechtpit. Dat is typisch wat we noemen impulsieve agressie. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat de hond in ene keer ontploft. Dus dat de hond gewoon bij een hele kleine trigger in ene keer overgaat tot een aanval op leven en dood.